We beginnen hier weer, bij het Akershuis in Oslo. Hier hebben we de vorige vlog eindigen. Akershuis, een kasteel dat eind 13e eeuw gebouwd was om Oslo, de haardstad van Noorwegen, te beschermen. Het kasteel is gebouwd worden in reactie op eerdere aanvallen op Oslo. De vesting had met succes al een protte belegering in oerleven. Deze kwam dan van het grootste pad vanuit Zweden. De stad was sticht in 1048 door de Noorse koning Harald de Tredde. In 1624 brutst er een bron uit die zowat alles verwoestte. De koning Christian IV van Denemarken, want Noorwegen jedde toen bij Denemarken, jedde ervan en begon met de herbouw. De stad was eerst naar hem verneemd, Christiana. Pas in 1924 waar de namen in Oslo verorden. Rond de 19e eeuw wenden er zo'n 10.000 mensen in Oslo. Op dit moment wenden er wat zo'n 100.000 inwenders. Wist je trouwens dat Noorwegen het op 12 grootste land van Europa is? Na Rusland en Oekraïne? Ja. De namen Anders Breivik zal iedereen wel bekend voorkomen. In 2011 pleegde hij een terroristische aanslag. Hij liet een bom aangaan midden in het regeringskwartier en hierbij kwam toen 8 mensen om. Daarna ging hij naar dat lietse eilandje, Utøya, waar een simmerkamp was. Hier begon er op de deelnemers te zitten en hij deerde ze 69 jongeren. De aanslag was nu wereldnijs. Breivik is inmiddels veroordeeld tot 21 jaar cel. Dat je gewoon een camperplak midden in de stad is. Terwijl ze steen gewoon. Oh, dat is het. Floating sauna's. Ja, je kiest gewoon met een sauna het mar op. En dan mooi midden op het mar even genieten van de sauna. Nou, is net fantastisch. Het schijntje al een happening te wijzen, want de hele kade leidt vol met alleen van die floating sauna's.
operagebouw van Oslo. Dat is mooi. Je kunt gewoon op het dak kijken. Toch is een dakbedekking. Nou, dit is al jouw wijs. Ik zal erachter om. Vuil om heen trouwens dit. Boven. Ik weet niet wat voor constructie dat je noemde zit. Dit is nou een marmer en platen. Dus, maar misschien boven op de straat. Tenminste, zo heen gaat beginnen. Nou. Dus dit regeren. Vluchten de drokte een beetje en zie je een terras op. Tenminste, betekent dat we de drokte ontvluchten. Ja, zo kennen we in Jesternijtjerk net. Sushi eten op een lopende band. Nou, het is in ieder geval net gezellig. Ruus begint nu de uitdaging. We moeten juist de trein bevinden waar we rond naar Knauske.
had de tram wel voel, maar we rieden wel de verkeerde kant uit. Het geval is, we rieden een heel rondje. En ja, dan zul ik wat van Noorwegen toch. Zo, dat hebben we opgered. Nou even zien dat er dus knauskunde in de stad. Het thema is Knauske vlakbij een park. En omdat de tas ook mooi waar is, kunnen we er correct even naar genieten. Lekker rond water zitten. Het rijdt goed, het zal goed de hele dag rijden. En het plan is om hier maar een camping op te zieken. En dan, dan zullen we goed een beetje een bosdij en zulke soort dingen. Ze hebben daar een matten. Want we staan al per dagen vrij. En ja, er moet ook wat gebeuren vanzelf. Dus we zullen er al de regering die het land onthut erin. En dan kijk het ontbijtje klaar, meisje. Zo. Het regent. De pannen worden nat. Even zien hoe de accu het hoog maakt. We staan natuurlijk weer vrij. En die staat op 98%. En die staat op 12,61 volt. Nou, dat is prima. Dus die houdt het nog wel even. We zullen eens zien of we nog een hoop water gaan. Ja. Dus de regering kan gaan eigenlijk naar douchen. Want ja, dat doen wij gewoon in de camper. Hè. In principe doen we alles gewoon in de camper. Ik zet ook op een protest van die camperforums. Op Facebook en weet ik wat al je. En daar werd dan de vraag gesteld, wat doen jullie met de ruimte van de douche, want die gebruiken we niet. Ja. Er zit een douche in, dus wij gebruiken hem wel. Dus die broeken we als douche. Hè? En de wc-broeken we gewoon als wc. Hè? We zien natuurlijk, als het dan vrijst is, ja, dan zit er, soms zit er wel een wc bij, maar dat, daar wil je net op zetten. Dus ja, en het zit erin te ervan maken, dus dat is net zo moeilijk. Dus ja, de broeken wou je gewoon. Nou, wat ben je goed? Ik weet het eigenlijk niet eens. Het is vrijdag 25 augustus. Dus just another day in paradise. Ja, en hier is die even. Is Knauske. Nou, hierachter zit het park. We zijn daar van de morgen, of van de morgen, daar ben we juist op een metro stap naar de stad, naar Oslo. Dus dan hebben we de stad in bezocht.
Maar ja, het is hier een mooi rustig plakje. Nou, we zullen even wachten op de regering. Die is daar in het park onder elkaar. Ben je een protomeisje die je te rennen gaat? Maar je hutrenders. Maar ik een protomeisje die je met een hoen even uitgaat. Nou, er zit een prachtig merk bij, daar heb ik wel foto's van natuurlijk. Dus dan zit de stittel wel in en mijn kleren om te lopen. Nou, zoals ik van de molen zei, het wordt een druilerige dag. Het belooft de hele dag een beetje terrein. En ja, dat betekent dat we gewoon ergens een plakje op zitje. Daar winnen we het al van doel, ja. Wie maakt wel wat waskie. Ga ik van de molen ook al zijn, maar... Dus ja, dat mag gebeuren, maar dan moeten we er even wat spullen opladen en dan hebben we daar weer even 220 nodig, dan is het wel even lekker. Dus ja, aansnieten en dan weer even een stukje rieden. Ik verwacht je dat we een locatie zieken, tenminste ik kan juist er al wat voelen op campercontact. En na een oorke, gewoon een oorke rieden hierbij, dan zitten wel leuke plakjes. Dus we zullen wel. Voorlopig stil weer nog even. En voorlopig ja, is het net helemaal droog, maar het rijdt ik net heel bord. Nou, waters. Goedemiddag. Zit even zien hoe laat het is. 20 of jaren. We zijn nog vlak bij Kongsberg. En geluk bij een ongeluk, want... Ja, en wat het ongeluk is... Dat is hem na je week. Voor nu bedank ik je voor het zien. Doe even een toemkom heen, als je de video leuk vond. En word even een abonnee, dat kan al hier. Oh ja, en zet gewoon het beltje even aan, want dan krijg je even een teken dat er weer een nieuwe video online is. In principe is dat gewoon iedere sneuwe media om 3 uur, maar je weet het nooit. Bedankt voor het zien en om het na je week, want dan ben we weer op paard.